In deze Fleet TV alles over het Mercedes EQ-gamma met de voorstelling van het vlaggenschip. De EQS, Koreaanse superioriteit met de Hyundai Ioniq 5, het elektrisch paradepaardje van Ford, de Mustang Mach-E en de Dreamcar. Is licht en klein, maar supersnel. Welkom bij Fleet TV. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fleet TV, la 19e déjà. Du coup, on s'est dit qu'il était peut-être temps pour un nouveau départ et désormais, eh bien, c'est Katia Allens qui m'accompagnera à la présentation de cette émission. Bonjour Katia. Dag Alain. Een kleine metamorfose voor onze 166e uitzending is ook wat we merken in de auto-industrie. Het recente autosalon, het IAA in München, toonde dat mooi aan. Oui, et parmi les attractions majeures du salon, eh bien, il y avait évidemment le stand Mercedes-Benz, ou plutôt devrions-nous dire le stand Mercedes EQ, puisque les nouveautés électriques trustaient la majorité des podiums. Klopt. De elektrische toekomst van Mercedes-Benz is ook het hoofdthema van deze uitzending. Met daarnaast uitsluitend 100% elektrische voertuigen. En we starten meteen met de mobiliteitsrubriek. Op 17 en 18 september was de Snowball City in Harelbeke gastheer van het EV Drivers Event van CEOs for Climate. Een netwerk opgericht door ondernemer Roland Maas van CRM Groep. Een nationaal evenement opgezet om Belgische ondernemers kennis te laten maken met de elektrische auto en zachte mobiliteit. In feite moet je weten, CRM Groep is, is van oudsher een IT-firma. Maar het is al een paar jaar dat we zeggen, oké, goed, software alleen voor de software, dat is niet veel waard. Hoe kunnen we in feite aan het heel actuele probleem een tegemoetkoming brengen, rekening dat wij mensen zijn van software en tegelijkertijd ook iets willen doen voor de verduurzaming. En daaruit is in feite CEOs for Climate uit ontstaan. In totaal bij CEOs for Climate zitten we nu op een kleine 100 CEOs. De laatste tijd, omdat het inderdaad meer en meer in de picture komt en omdat het inderdaad wel zeer, zeer actueel aan het worden is gezien de stappen die ook onze overheid gezet heeft, boomt dat enorm en dat gaat nu heel snel vooruit. Het aantal mensen die wij verwachten vandaag ligt rond de 500. Die ook die auto's die hier allemaal staan, elektrische wagens, gaan mee gaan rijden. Dus we gaan testritten hebben we ingezet met timeslots. Iedereen die iets met mobiliteit te maken heeft, die is hier met laadpassen, met alles en nog wat die te maken heeft met mobiliteit. Waarom? Omdat de opzet van CEOs for Climate is, wij willen een netwerk waarin we toegevoegde waarde creëren voor iedereen. Dus naast de auto's zijn er ook motos, zijn er ook fietsen en dergelijke meer. Waarom? Omdat het probleem niet alleen kan opgelost worden met hybride of met elektrische wagens. We hebben meer nodig dan dat. We hebben ook kleine wagentjes nodig. We hebben ook motos nodig, elektrische motos, steps en dergelijke meer. Dus in feite, iedereen die iets kan doen aan de mobiliteit, die is welkom op dit driver event. Welkom terug in het Experience Center van Mercedes-Benz. Hier kan je als bezoeker het uitgebreide elektrische aanbod van de constructeur ontdekken. Oui, c'est la fameuse gamme EQ pour quotient électrique. Et en fait, depuis l'apparition de ses initiales sur une voiture de série, Katia, tout est allé très vite. Il y a d'abord eu la EQC, le premier SUV électrique du constructeur, puis la EQA qui fait toujours office d'accès à la gamme, suivi de la EQV, le dérivé électrique du fameux Classe V. Ja, en het aanbod blijft groeien, maar de Duitsers zijn niet de enige die in beweging zijn. Onder andere ook de Koreanen. Een elektrische auto met een grote autonomie voor minder dan 40.000 euro. Alleen in je dromen? Toch niet. De Hyundai Ioniq 5, de autosensatie van de herfst. Een elektrische auto die er deze keer niet uitziet als een strijkijzer en die u in minder dan één dag tot aan de Côte d'Azur brengt. Met dit model is elektrisch rijden ook vrijheid. Weinigen denken nog niet zo over elektrisch rijden. En toch is het de durf en de creativiteit van deze lijnen die spreken. Flush deurgrepen, LED pixellichten, bumper met actieve luchtinlaten en vooral een gigantische wielbasis om dit gevoel van vrijheid over te brengen op het interieur.
Met deze horizontale indeling en deze volledig verstelbare stoel, die beschikbaar is op de Balance-versie. De topversie voegt het zonnedak, de verschuifbare middenconsole en de achterbank toe om nog beter gebruik te maken van de recordbrekende bewoonbaarheid. En dit is leuk, een adapter waarmee je elk elektrisch apparaat kunt opladen. Dankzij een omgekeerde oplaadtechnologie. Tja, elektriciteit is flexibiliteit. In deze versie met de achterwielaandrijving duwt hij je vooruit. Hij kleeft aan de weg en het stuurgevoel is goed. De rem daarentegen is niet kunstmatig, met verschillende niveaus van regeneratie met de befaamde i-pedaalfunctie om met één voet te rijden. De IONIQ 5 inaugureert het nieuwe modulaire platform dat gereserveerd is voor de toekomstige elektrische gamma van het merk. Je kan kiezen uit twee accupacks met 800 volt batterijen. Dit maakt ultrasnel opladen mogelijk tot 220 kilowatt. Dit is genoeg om 100 kilometer autonomie op te laden in minder dan 5 minuten. De IONIQ 5 is verkrijgbaar met 3 vermogens, 2 soorten transmissies en 2 accupakketten voor een actieradius tot 481 kilometer. Een volledige oplading duurt tussen de 5 en 6,5 uur op netstroom. Met een laadstation van 350 kilowatt kan het in 18 minuten van 10 naar 80% gaan. De BEV is er niet in Vlaanderen, evenals de verkeersbelasting. Brussel en Wallonië rekenen €61,50 en €80,52. De IONIQ 5 start vanaf iets meer dan €38.000, exclusief BTW. On le sait, l'autonomie et le temps de charge sont deux enjeux majeurs pour tous ceux qui veulent vendre de l'électrique. D'ailleurs, d'ici 2030, Mercedes-Benz investira pas moins de 40 milliards d'euros en recherche et développement. Et 40 milliards d'euros, Katia, c'est quand même l'équivalent du PIB de la Tunisie. Daarbij gaat Mercedes ook steeds meer partnerschappen aan. In batterijassemblages en in overnames van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van elektrische motoren. Het doel is zoveel mogelijk kennis in huis te halen en de opkomst van Europese expertise op het gebied van elektrische voertuigen te stimuleren. Mais pour l'heure, nous prenons la direction des États-Unis. Vous avez rendez-vous avec une légende. In onze collectieve verbeelding is een Mustang dit. Daarna werd het dit. Maar nu... Na de Mustang Mach 1, hier de Mustang Mach I. Met 351 pk en een actieradius van 610 km is de Mach-I nog niet de krachtigste Mustang uit de geschiedenis. Maar wel degene waarmee je het verste komt zonder te stoppen. Deze Mach-I biedt twee architecturen aan. Achterwielaandrijving met één motor op de achteras of vierwielaandrijving met een tweede motor op de vooras. In beide gevallen zijn er twee batterijpakketten beschikbaar. Normale of uitgebreide actieradius. Dit geeft ons dus 4 mogelijke configuraties. Deze accu's zijn ondergebracht onder de vloer om de ruimte aan boord te maximaliseren en het zwaartepunt te verlagen. En je voelt het. Prima grip en wendbaarheid voor een SUV. En de eerste trouwens met een Mustang-logo. Hij heeft dezelfde historische kenmerken. De lange motorkap, de grillen, de gespierde vleugels, de dakhelling en de 3 klauwige achterlichten. Hetzelfde geldt voor het interieur, met uitzondering van de connectiviteit die met de nieuwe SYNC-interface de gewoonten en voorkeuren van de bestuurder assimileert of de beroemde Phone as a Key, waarmee je je smartphone als sleutel kunt gebruiken. En voor wie nog bang is voor de sprong naar full electric, heeft Ford nog een ander werkpaardje. De Kuga. Beschikbaar als volledige hybride en als plug-in hybride. Met voor de laatste een elektrische actieradius tot 64 kilometer. En 225 pk onder het rechterpedaal. En deze gezinswagen biedt met de derde generatie meer ruimte binnenin.
En een aangename weglegging en goede prestaties. En dit alles zonder grote uitstoot. 25 gram CO2 per kilometer. En dat is sterk, zeker als SUV. Het Mustang Mach-E aanbod is gebaseerd op 4 vermogensniveaus, 2 soorten transmissies en 2 batterijpakketten voor een bereik tot 610 kilometer. De laadtijd varieert afhankelijk van de versie. Met een laadstation van 150 kW haalt de Mach-E een actieradius van 119 km in 10 minuten. De BV is er niet in Vlaanderen, evenals de verkeersbelasting. Brussel en Wallonië rekenen €61,50 en €80,52. De Mustang Mach-E is beschikbaar vanaf €39.669, exclusief BTW. Zoals we aan het begin van het programma vermelden, was Mercedes-Benz dé grote trekpleister van de recente IAA in München, met een heleboel nieuws. Oui, pour l'essentiel des nouveautés électriques avec l'EQB, un SUV mid-size étroitement dérivé du GLB, c'est le grand frère du EQA avec jusqu'à 7 places. Livraison prévue dans les prochains mois. Suivra au printemps l'EQE, c'est le dérivé électrique de la classe E. Et puis à Munich, il y avait aussi des concepts avec l'EQT qui préfigure un futur ludospace électrique destiné aux familles. Et puis avec l'EQJ, on se met à rêver d'un dérivé électrique de l'indestructible classe G. Et en coulisses, on évoque un lancement en 2024. En in 2022 verwelkomt het gamma de EQS in SUV-uitvoering. Deze werd in München voorgesteld in Maybach-versie. De top van de top op het gebied van raffinement en luxe. Oui, et cela nous amène à notre prochain essai, la nouvelle Mercedes EQS. Alors Katia, on le sait, chez Mercedes, le S est celui de summum, c'est le sommet de la gamme. Le top du top, ce qui se fait de mieux en matière de limousine. Reste à voir si c'est aussi vrai en électrique. Wat ik er leuk aan vind, zijn die pure lijnen. Het lijkt alsof die auto getekend is met één pennenstreek. Oui, avec à la clé un CX de 0,20. C'est un record absolu pour une voiture de route. Et c'est bien simple, cette voiture est la plus aérodynamique de l'histoire. Zwart paneel vooraan, gesloten grillen in intens zwart, vlakke deurgrepen en aerodynamische wielen. Form follows function, zoals de ontwerpers zeggen. De EQS is de elektrische tegenhanger van de S-klasse en dus op een eigen platform en een grote koffer goed voor een grote hoeveelheid bagageruimte. Oui, un coffre de 610 litres, si madame veut bien se donner la peine. Après tout, on est quand même avec la première limousine électrique du marché. Amai Alain, zo hoffelijk en dat al in onze eerste uitzending. Pas mal, hein? Mm-hmm. On va voir ça. Het voelt heel VIP aan hier achteraan. De beenruimte is indrukwekkend. Ouais, bah c'est tout l'intérêt d'un empattement géant, 3,20 m. Et attends, parce que la voiture fait encore 2 mètres de plus, donc... En gaat dat lukken om hier weg te geraken dan? Merci pour la confiance. En même temps, j'aurai pas beaucoup de mérite. La voiture dispose d'un essieu arrière directeur. Ça favorise l'agilité puis les manœuvres aussi. 5,20 m, mais ça se déplace comme une compacte. Bij de EQS staat de S ook voor souverain. Vooral op 2 domeinen waar dat werd verwacht. Het bereik en de soepele functionele werking. Met een actieradius tot 770 km haalt de EQS een record onder de elektrische auto's tot nu toe. Ook qua comfort een perfecte geluidsisolatie dankzij de aerodynamica. En dan een 5-sterren filtering van de rolgeluiden. Oui, et pour ça, la suspension pneumatique est équipée de série d'un amortissement réglable en continu. D'ailleurs, au volant, franchement, on sent à peine le poids de la bête. Dit alles wordt bediend vanaf het MBUX Hyperscreen, een gigantisch digitaal paneel met een lengte van meer dan 1,4 meter over heel het dashboard. 3 schermen geven toegang tot het instrumentenpaneel en het infotainment. En het model is nu beschikbaar in 2 versies, de EQS 450 Plus en EQS 580, met vermogens respectievelijk van 333 en 523 pk. Het zijn allebei solide, zuinige auto's en ze worden allebei aangedreven door een gigantisch accupakket van 107 kW duur.
Nog een record tot nu toe. Het aanbod van de EQS is momenteel gebaseerd op twee vermogens, twee soorten transmissies en een 107,8 kWh accupakket van 731 km. Volledig opladen gebeurt in 10 uren op netstroom. Met een 200 kW snellader laad je tot 300 km bereik in 15 minuten. De BEV is er niet in Vlaanderen, evenals de verkeersbelasting. Brussel en Wallonië rekenen €61,50 en €80,52. EQS-prijzen beginnen bij €97.400, exclusief BTW. Tous les spécialistes vous le diront, les flottes d'entreprises sont le moteur de l'électrification du parc automobile en Belgique. Et chez Mercedes-Benz, la spécialiste des flottes automobiles, c'est Claire Daz. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat de markt tegenover de elektrificatie van uw merk? Wel, zoals Alain heeft aangegeven, is in de fleetmarkt de vergroening van het wagenpark volledig ingezet. Sowieso wordt een bedrijfswagen wisselt sneller. Om de 4-5 jaar wisselen deze wagens. Terwijl in een privémarkt dat toch wel iets langer is. Grote bedrijven die hebben sustainability in hun core values staan, dus daar gaat het zeker. Maar ook kleinere, meer lokaal verankerde bedrijven zien wij toch de vraag naar groenere oplossingen stijgen. En als Mercedes-Benz zijnde is het onze taak om hen te adviseren in die individuele noden, in hun individuele keuze, of dat het dan 100% EQ of EV is, of nog plug-in hybride, benzine plug-in hybride, diesel plug-in hybride, enfin, voor alles wat wilt. En ik veronderstel dat jullie daar stilaan de sprong maken van hybride gamma naar elektrisch. Ja, wij zien dat sommige bedrijven maken direct de sprong naar volledig elektrisch. Maar velen doen ook een tussenstap of een tussenstap voor sommige bestuurderssegmenten. Maar wat wij wel zien is dat zodra dat iemand gekozen, een bestuurder gekozen heeft voor een plug-in hybride of full elektrisch, dat de kans dat de tweede wagen geëlektrificeerd is veel hoger is. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Claire. Dat is graag gedaan. Voilà, et sans transition, c'est l'heure de notre rubrique Dream Car. Philippe et Jeffrey vous proposent l'essai d'une voiture pas du tout électrique, mais très sympa quand même. Le circuit van Zolder, de hometown van Vlie TV, waar Dream Cars fun hebben. Wie Vlie TV volgt, weet dat ik al 18 jaar lang een haat-liefde-relatie heb met een zekere Jeffrey van Hooijdonk. En dat omdat hij sneller is, een betere stuurvaardigheid heeft. En dat dan nog eens in elke discipline. En als je zijn mening vraagt wat zijn voorkeur is, dan zegt hij resoluut: niets beter dan weinig gewicht. Zoveel sneller en zoveel leuker. Sportwagens vandaag zijn veel groter en zwaarder dan vroeger. Onder andere door die massa's aan elektronica die ze moeten meesleuren. En het rijplezier wordt enorm beknot door dat arsenaal aan rijhulpsystemen. Gelukkig zijn er nog uitzonderingen. De Lotus Exige, de vurigste in de familie. Eentje die je voorzichtig aanpakt en zeker niet tegenspreekt. Exige, de naam zegt het zelf. Exigeant, veeleisend. En niet zo'n klein beetje. En dan vooral deze Spoor 410-versie. Voor sport grijpt Lotus naar zijn fundamenten. De 430 Cup. Vering, antirolbaars, remmen, banden, racekoppeling, versnellingsbakradiator. Het is allemaal gevalideerd op het circuit. Met andere woorden, klaar voor de weg. Maar de sport is ook carbon in overvloed. Voor de deurdrempels, de beugels, de deflectoren, het dak, de motorkap, de achterklep en zelfs de grote spoiler. Genoeg om het gewicht terug te dringen tot 1054 kilogram. Op voorwaarde dat je de airco en de airbags laat vallen, want dan toon je ook dat je guts hebt. Light is right and less is more, klinkt allemaal mooi. Maar onder een motorkap hebben we liefst iets zwaar. 3,5 liter V6 met compressor. 416 pk en 420 Nm. Dit geeft een vermogens-gewichtsverhouding van bijna 400 pk per ton. Dit maakt het de lichtste V6 aangedreven Lotus
in de geschiedenis. Met de 0 tot 100 in 3,3 seconden. En dat is een supercar-tijd. En alle sensaties die erbij horen. Brutaliteit, ongemak en koud zweet. Een bedwelmende cocktail voor een auto die je met je zintuigen moet besturen. En vooral met je hoofd. Alleen voor straffe jongens of meisjes. En ik ken zo'n jongen. Zie, we doen de raam toe aan mijn kant. En dan kun je gewoon aan de andere kant met je een beetje uitrekken. Zo klein is die. Aan de 5000 toeren begint die motor zo te schreeuwen. Is die zo mooi. pk voor iets meer dan een ton. Het gewicht blijft toch zo belangrijk op circuit. Met een gewone standaard gordel zit ik niet vast genoeg. Zoveel g-krachten produceert hij. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission de rentrée, Katia. En u kunt alle reportages herbekijken op het Fleet YouTube-kanaal en follow us op Facebook en Instagram. Dans la prochaine émission, nous vous proposerons un résumé de l'actualité du Fleet et de la mobilité, mais aussi différents essais, et notamment celui de la nouvelle Mercedes-Benz classée et celui de l'étonnante Kia EV6, une Kia électrique capable d'en remontrer aux sportives les plus redoutables. Ciao! Bye! Lights are on.